Welkom in Scheveningen op het Dacia NK Kitesurf 2012. Er is weinig wind, weinig actie, maar wel heel veel enthousiasme. En hopelijk gaat er vanmiddag nog wat gebeuren. Ik sta naast Alex Schuttert van de organisatie. Alex, er is vrij weinig wind. Wat heeft dat voor gevolgen voor vandaag? Nou ja, zolang de wind te weinig is, kunnen we niet varen. Dat is duidelijk. En we hopen dat die oppikt en dat we nog kunnen varen vandaag. Ja, hoe zijn de voorspellingen? De voorspellingen zijn op het randje. Het zou kunnen, het zou niet kunnen. En we blijven hoopvol gestemd. Ja, het is een officieus NK. Hoe komt dat? We hebben begin van het seizoen een viertal weekenden aangemeld voor het officiële NK. Die vier weekenden die we bepaald hadden, daar was geen wind. Dus we hebben nu een vijfde weekend er aangeplakt. Maar die was niet aangemeld. Dus een officieus NK. Nou, hij ruikt in ieder geval heerlijk, de Domino's pizza en iedereen achter me die zit al heerlijk te smikkelen. Zo komt er zonder gekite hebben een einde aan dag nummer 1 van het NK Kitesurf 2012. Maar morgen natuurlijk weer een dag en hopelijk dan wat meer wind. Het is dag nummer 2 op het Dacia NK Kitesurf 2012 hier in Scheveningen. Ja, en wie had dat gedacht? Eigenlijk toen we de moed hadden opgegeven, ja, toen dachten we eigenlijk dit gaat niks meer worden. En toch om 2 uur, nou ja, gaan we dus een best trick doen omdat de wind goed aanging. En zo zie je maar dat je niet naar huis moet gaan voor het einde van het evenement. Want het kan nog alle kanten op. Dit was het Dacia NK Kitesurf 2012 hier vanaf Scheveningen. Ja, jammer genoeg geen nieuw Nederlands kampioen. Maar we hebben wel kunnen genieten van een hele coole best trick. Inclusief een best trick heat met finale erbij. Tot volgende keer.